Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik sta gewoon buiten. Ik sta gewoon buiten hier, lekker in het zonnetje. En dat betekent dat ik uit quarantaine ben en dat ik eindelijk na 6 dagen weer een keertje buiten ben. En dat betekent dat ik meteen met de auto op pad ga naar Italië. Hoe vet is dat? We zouden er eigenlijk al wat dagen eerder zijn, maar dat kon dus niet vanwege dat ik corona had gekregen. Maar het gaat nu lukken. Het is voorbij. Goedemorgen. Goedemorgen, schat. En we gaan naar Italië. Hoe lang is dat rijden? Het is nu 10 uur in de ochtend of zo? Ja, zeg maar normaal gesproken echt al 12 uur. Of 12 okay. En half. Dus we komen daar in de avond aan. Ja, eigenlijk gewoon als we nu 10:30 weggaan, komen we om 10:30 s'avonds aan. Oh, het is 10:30. Ah, oké. Zal ik rijden? Ik wil wel graag rijden eerst. Oké, maar je wil graag rijden eerst. Ja, want dan kun jij in Duitsland rijden. En dan wisten we daarom. Oké, cool. Dan gaat Marjan beginnen met rijden. We hebben ook twee tortelduifjes meegenomen. Hallo! Daar is hij en Benny en Jenny. Benny en Jenny. Oké, cool. Nou, dan gaan we. Ik moet ook zelf nog echt heel erg wakker worden. Gisteren had ik nog even 6 uurtjes gestreamd. En daar ben ik nog een beetje moe van. Dus ook al is het 10:30, ik ben nog best wel moe. Dus even een beetje energie krijgen nog en dan komt het uiteindelijk wel goed. Nou, succes met de eerste kilometers. Thanks. Dames en heren, eerste tankbeurt. Kijk wat er gebeurt. Kijk. Hey, wat hou je hem goed vast? Zo hou ik hem ook altijd vast. Ja, zo. Oké, in ieder geval, hij is aan het tanken. Helemaal uit zichzelf. Zit hij gewoon, hè? Ja, er zit hier zo'n klikding. Hier zo. Wat fijn is dat. Ja, dat is echt nice. In Nederland heb je dat ook, maar die doet het nooit. Nee, dat mag niet in Nederland. Nee, ik weet niet wat. Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk. Ik heb geen idee, maar ja. Joost Baal. Ja, ja. Ja, inderdaad. Ik liet Joost tanken in Duitsland voor de eerste keer in zijn hele leven. Maar hij had dus ook blijkbaar dit kunnen doen. Ja, dat was ik ook. Oh, stop gewoon, hè? Dat was ik ook vergeten. Ik heb nog even geslapen. Het is trouwens bloedje heet, hè? Oh, niet normaal. We zijn allemaal even aan het uitrekken. Even lekker uitrekken. Nee! Maar wel 67 liter. Ja, het is niet gelukt. €150,01, dames en heren. Sorry. Maar het is wel goedkoper in Duitsland. Bizar, het is gewoon bijna 40 cent goedkoper. Ja. Liter. En dan tank je ook nog eens super. Ja, we hadden ook nog 100 kunnen doen. Dat ja. Zag ik helemaal niet. Nou goed, hé, daar heb je Open Oma Caravan. Ja. Hoe nice is dat? Hé, hey, Open Oma Caravan. Even de beentjes strekken. Lekker hoor. Nou, strekking van het verhaal. We zijn even lekker bij het tankstation. Ik ben net wakker. Ik heb er even bij getankt. Ik heb zelf ook bijgetankt trouwens. Al in, in de auto onderweg. En we zijn nu een paar uurtjes verder. Het is 10:30. En ik werd wakker en ik zei ik heb eigenlijk best wel trek. En de rest ook. Dus lekker ontbijten. Ja, lekker ontbijten. Ja. Dat gaan we doen. Niemand heeft nog gegeten. Dus let's go. Geef me geld nu. Hier. Al het geld. Dit is net zo'n koffer, zo'n veilingkoffer. Kijk of er nog geld in zit. Zullen we alles checken of er geld in zit? Ja, Thijs gaat naar de knuffel al het badden eentjes. Ja, ze hebben daar misschien wel een bad, bro. Hé, hey, die is wel. Hé, hey, dat is Batman. Een boefbad. Dat is Batman. Batman. Oei, oei, oei. Albino, Joost Klein. Mooi hoor. Die dames zitten allebei zo te kijken de hele tijd. Zal ik hun nadoen? Zal ik hun nadoen? Gek al warm. Zo staat hij eten met z'n tweetjes. Ja, dat is warm maar. En Quartaro, ik zie dat ze Quartaro hebben. Ja, ja, warm graag, warm. Nee, die hebben ze alleen graag. Zal ik een Magnum eten als ontbijt? Wat jij wil. Ben je dat? Ja, zat ik over na te denken. Lekker. Ja, ik zag dat hier liggen, ik dacht, oh, ja, dat zou wel kunnen. Oh, of Ben & Jerry Cookie Doll, dat kan ook. Ze hebben in het buitenland altijd ijsjes die ze in Nederland niet hebben. Dat, klinkt dat logisch, of, Kijk, nu gaan we met z'n allen kijken voor het raam hier. Niet het raam aanraken, dan moet ze het weer schoonmaken. Niet met je vette vingers aan het raam. Ik wil ook een carrotcake. Ja, wij ook. Echt? Allebei? Ja. Borenkoegen. Borenkoegen, heet dat zo hier? Ja. Een carrotcake heet een... Meurenkoegen. Meurenkoegen.
Thijs weet het even niet. Anders al even lekker pakje check, joh. Lekker zware vanille. Hier zit allemaal mijn kinnie in, Bill Shack. Kijk, dit is ook een ding, hè? Spretzel. Laugenbrezel. Breedsel. Spretzel. Dat zie je hoor. Ook die twee kleine baby's meenemen. Wil jij ook een croissantje? Ja. Jij ook? Ik wil deze baby. Oké. Okay. Deze baby. Ja, hij wil deze babybolletjes. Dat vind je schattig, hè? Tot zo. Tot zo. Hij neemt die twee kleine babybolletjes. Dat is zo fijn. Net alsof je bij de dierenwinkel gaat kijken naar die hamstertjes. Hij wil die twee babybolletjes. Allebei? Ja. Hey, hoe heet het nou? Een pretzel toch? Pretzel. Een pretzel. Ja, daar staat hij een brezel. Laugenbretzel. Laugenbretzel. Ja, dit vind ik dus echt niet lekker. Ik wel. Jij vindt het wel lekker, hè? Maar dat komt omdat je zout lekker vindt ook. Ja, heel goed. Hebben we nu een goed ontbijtje allemaal? Nee. Een zwijmaagas breurtje met kees en groenten. Zo, de baby berries. Wat wil jij? Ja, kan goed Duits. Een draaimaal die carrotcake. Heel die vitrine daar leeggetrokken. Hoe die Moerenkoeken? Ja. Moerenkoeken. Oh, jij kan wel goed Duits hoor. Jouw uitspraak is er wel. Best. En draaimaal de carrotcake? Ja, carrotcake, maar morgenkoeken. Is dat best draai, ja? Ja, nice hoor, serieus. Ik doe mijn best altijd. Ik vind Duits ook wel leuk eigenlijk. Maar ik heb maar 1 jaartje Duits op school gehad. Ja, je kan beter dan ik. Nee. Ik moet gewoon heel plat praten, dan staan ze hier. Ik liep dit. In een Kuruska met kieskap. En een croissant woest, arbeidske, een prieshoel. En maar het is niet zo'n slipperkiki. Woestkeni, een fufu. Ja, Kurutu. Een fufu kurutu. Wat? Hey, check, zware check van me. Altijd een check bij jij, zo. Dat is zo fijn. Oei, oei, oei. Ach ja. Drink je? Drink je niet? Ze eet alleen nog maar, dat is goed. Hey, weet je hoe ze chocola zeggen in Duits? Ja. Hoe dan? Chocolade. Nee, jokolade. Jokolade? Ja. Oh. Hey, dat was een jokolade. Oh. Hij nou is zo. Oh, sorry. Het is 1 keer gehad, dat is het niet 2 keer. Dat was een foutje. Zo, we hebben het ontbijtje compleet, dames en heren. En ik heb alleen eventjes koffie gehad. En daarnaast heb ik gewoon eventjes mijn Air-Up fles gevuld met water. Misschien hebben jullie het de afgelopen weken voorbij zien komen in de vlogs. Ik heb dit getest samen met Myron. De Air-Up fles. Er zit water in. Maar je hersenen denken dat je iets anders drinkt. Die denken namelijk dat jij, en ik heb op dit moment, dit is persik. Dus mijn hersenen die denken nu dat ik persik water drink of persik sapje. Of in ieder geval iets lekkers, iets fruitigs. Maar het is letterlijk gewoon water. Want het enige wat erin zit is gewoon water. Alleen er zit dus een geurpot op. Ik zal jullie even laten zien. Je kan gewoon water hier erin doen. Dan heb je deze tuut. Doe je er gewoon in. Druk je dit zo aan. En dan heb je dus hier een geurpot. Ik zal eventjes meerdere geurpots laten zien aan jullie. Ik heb hier een speciaal pakketje. De Favorite 5. Met dit pakketje kan je meteen een paar smaken testen. Even eens kijken wat hierin zit. We hebben hier de Orange Vanilla Swirl. We hebben de Wild Berry. Kijk, deze had ik net. De Peach. De Watermelon. En als laatste, ja, soms kom je gekke smaak tegen, maar je zult je verbazen hoe lekker het is. De Raspberry Lemon. Oh, weet je wat een aanrader is trouwens? Cassis. Die is echt heel erg verfrissend en lekker. Maar laten we nu eventjes gaan voor de Orange Vanilla Swirl. Dus dan halen we deze eventjes eraf. Dan halen we de geurpot eruit. Ja? Hey, daar hebben we hem. Deze ruik je nu inderdaad al, terwijl het capje nog gewoon erop zit. Maar goed, deze haal je dus gewoon zo eraf. Voilà. En dan heb je de geurpot. En dan heb je dus hier de tuut. En het enige wat je hoeft te doen is deze hierop te duwen. Als je die er zo hebt opgeduwd, kijk, kan je hem helemaal zo erop duwen. Dan haal je hem een klein beetje naar boven, waardoor je de geurpot activeert. En dan is het gewoon lekker zuigen. Deze is heel erg bijzonder. Ja, mag ik proeven? Nee. Hij ruikt heel sterk. Sorry, ik weet niet welke luidspreker je bedoelt. Nee, daarom. Dus je mag niet proeven. Sorry, ik weet niet welke luidspreker je bedoelt. Nee, je mag deze wel proeven, maar weet je wat mooi is? Ja, ik heb ook een fles. Marion heeft haar eigen.
Welke smaak zit daar nu op? Volgens mij Oh nee, dit is die Cassis. Oh, die is zo die lekker. Die is heel lekker. Die hebben we net vervangen. Hier, proef deze maar. Ik vind het wel lekker eigenlijk. Het is zelfs een beetje romig of zo. Snap je wat ik bedoel? Alsof je een ijsje... Een split! Daar proeft het naar. Ja, zo ziet het er ook uit, die pot. Ja, wow, dat is het. Gaat het goed allemaal? Ja, het gaat zeker goed. Maar wil je ook? Er komt echt een dikke vrachtwagen hier langs. Ja, dat gaat goed. Ja. Dus dames en heren, je ziet het hier staan in het raam. 0% rommel, 0% suiker en 100% water. Dat is wat je drinkt. Dus check eventjes het linkje in de beschrijving. Gebruik de vouchercode ENZO voor 10% korting op het hele assortiment. En je kan ook even het proefpakket, de favoriete 5, kan je bestellen. Waarin je meteen 5 smaken kan testen. En bij deze, ik heb het goedgekeurd. Ik heb het wekenlang geprobeerd en het is echt serieus nice. Mayun en ik allebei drinken veel meer water hierdoor. En water drinken is belangrijk. Ik heb het al vaker gezegd, al jarenlang, elke keer ook als het warm weer is. Water drinken is belangrijk en dit is echt gewoon een super handige tool om genoeg water binnen te krijgen. Dus shout-out naar AirUp, dankjewel voor deze betaalde samenwerking. En ja, check het link in de beschrijving. Politie! Nou, politie ingehaald met 170. Prima, mag hier gewoon. Oh, hier is wel 130. Hou me nu in de gaten, denk ik. Het is wel super chill hoor in Duitsland, want je kan wel echt gewoon lekker gassen. En kijk nou wat voor mooi weer het is, hé. Heerlijk. Ja joh, het is 29 graden. Niet normaal, hè? 29,5 zelfs. Hoppa. Later. Nou, daar komen de dames aan hoor. Maar we hebben 4 uur gereden. Oh, wat een plastic. Hé, ik heb wel een vraag. Wie heeft de Tosti-ijzer meegenomen? Ik, hè? Hé, Tosti-bak in Italië. Wafeltang. Oh, een wafelijzer. Ja. Ah, oké, okay, nice. Nice, hè? Ja, nice. Ik heb ook de hele Dyson-doos mee, hè? Ja, ongelooflijk. Veel accessoires. Dat is fijn als je met de auto gaat. Maar hey, 4 uur gereden jij. Ja, lekker hè? Netjes gedaan. Dus nu is het mijn beurt. Ja, nu heb ik wel zin om even te zitten daarnaast. Ja, snap ik. Nou, tankstation. Ja, tweede tankstation, tweede stop. 4 uurtjes verder. We hebben nog iets van 8 uurtjes te gaan, geloof ik. Dus ja, laten we maar snel weer verder gaan. Zo, ik heb nog even een plasje gedaan. En dan kunnen we nu weer even flink wat uurtjes gaan gassen. Als het goed is, nog 2,5 uur in Duitsland. En dan zijn we in Zwitserland. Ja, en daar moet je echt heel erg op je snelheid letten. Daar wil je echt geen boete krijgen. Sowieso wil je natuurlijk nergens een boete krijgen. Maar in Duitsland kan je nog goed gas geven. Alleen dat moet je echt gewoon flink terughalen als je in Zwitserland komt. Want daar kan je dus echt gewoon geen gas geven. Rij je overal 80 of 100. En als je daar gewoon te hard rijdt, dan krijg je echt een hele dikke, vette boete. Oké, okay, even allemaal 1 rekoefening. Welke rekoefening stel jij voor om nog te doen voordat we vertrekken? Zo, dat is wel een goeie, ja. Oh. Oeh, ik knakte echt. Wat? En welke rekoefening stel jij voor? Ik stel deze voor. Nou ja, die is ook wel fijn, ja. Ja, die is wel fijn. En welke stel jij voor? Deze. Oh, dat is een goeie, de voetbal. Ja, de beentjes. Even de beentjes. Nice. Goeie. Ja, ik film gewoon, man. Oh, oké. Okay. Dat is ook goed. Nice, man. Ik strek de armpjes, ja. De vlogarm. Strek techniek. Precies 500 kilometer nog. Ik wacht tot het op 499 springt. Ja! Ja, gaat lekker in ieder geval. Ja, lekker bezig. Je bent inmiddels alweer bijna 2 uur verder. Ja, nog minder dan 6 uurtjes. Let's go. Weet je nog dat we dit laatst ook gefilmd hebben? Zien jullie die lijn daar? Dat is de grens. Dit is Duitsland, dat is Frankrijk. Ja, hoe ziek is dat? Wat hadden we het laatst met Duitsland-Nederland? Ja, toen reden we echt op de grens. Ja, maar dit is ook wel dichtbij. Ja, kijk, hier zie je ook de tekst staan. Maar dat is wel sick, want als je daar een woning hebt en aan de andere kant, dan heb je gewoon een klein stukje water er tussen zitten en dan kijk je gewoon naar een ander land. Ja, als je met kano naar de andere kant gaat, ben je in 1 keer in een ander land. Ja. Schippen mag ik overvaren. Ja of nee? Moet ik dan ook huur betalen? Ja of
nee. En dan? Zeg eigenlijk altijd ja. Nee, kijk, daar rijdt de KNVB. Ja. Zie je dat? Nee, nog niet. Ja, nu wel. KNVB. Oh joh. Nice. Nou, zo ziet de KNVB eruit. Ja, zo. Dat is een leuke vrouw. Ja. Dat is gewoon de eigenaar van de KNVB dus. Ja, ik heb echt al zulke leuke kentekens weer gezien. Ja, ik ook. Ik zag net eentje mask. Echt? Er stond gewoon mask. Ik zag eentje Fries. Ja, die heb ik ook gezien. Ja, er stond letterlijk gewoon Fries. Wow, weet je wat het bijzondere was? Ik zag die en toen dacht ik, wow, we gingen er best wel snel voorbij. Toen reed ik nog, toch? Ja, toen reed jij nog. Ja. Dat was bijna het begin. Toen dacht ik nog, daar hadden we een foto van moeten maken en naar Joost moeten sturen. Ja, dat sick, dacht hè? Ik ook. Wow, we hebben hem wel beide gezien. Ja. Maar we moeten nu nog 30 kilometer rechtdoor en dan zijn we ongeveer in Basel. En Basel ligt op de grens van Duitsland en Zwitserland. Dus ja. Dat is ongeveer de grens van Zwitserland, 30 kilometer. Mag jij rijden in Zwitserland? Ja, weet je dat? Ja, ja, Zwitserland is wel het stomst om te rijden. Maar ook het mooiste om te rijden. Ja, het is wel heel mooi. Het is echt heel mooi. Daar heb je echt mooie natuur, mooi water en zo. Ja, ik rijd tot nu toe nog wel lekker door. Ik ben 2 uurtjes aan het rijden, dus dat is prima. Nou, als je wil wisselen, dan wisselen we. Ik ben ook wel fit. Ja, je hebt lekker geslapen. Ja, ik heb echt 1 uur geslapen. Je bent niet de enige. Nee, lekker man. Heerlijk, hoort erbij. Ja, je moet toch iets, hè? Ja, dat is waar. Anders zit je maar weer echt gewoon 12 uur lang voor je uit te staren. Dat is wel een beetje stom, hoor. Dan mag ik eindelijk naar buiten, zit ik delig in de auto. Ja, echt, hoor. Zit je alsnog een dag in quarantaine, eigenlijk. Ja, in de auto. Ja, als we er eenmaal zijn, dan is het hemel. Precies, genieten. Echt genieten, ja. Ongelooflijk. We komen nu dus wel laat aan, maar dan gaan we eerst lekker slapen. En dan morgen vroeg kunnen we dan lekker vroeg opstaan. En dan ontbijtje en dan lekker het zwembad. Zo, gatje, ik zie het al hoor. Ja, helemaal toppie. Helemaal toppie. De eerste tunnel, of niet? Ja, we gaan door die Gotthardtunnel. Dat weet ik niet of dat nu zo is. Nee? Nee, volgens mij niet, eerlijk gezegd. Maar deze is niet zo lang hoor, deze is maar 1,5 kilometer. Ja, dat scheelt weer, hè? Volgens mij. Maar we gaan straks heel veel tunnels krijgen. Als je in de buurt van Italië komt, krijg je alleen maar tunnels. Ja, klopt. Het is wel echt een superleuke route hoor, om naar Italië te rijden. Ja, vind ik ook. En ook echt fijn rijden. Het is echt wel, gewoon leuke Duitse snelwegen wel. Ja, je kan gewoon veel door Duitsland, dus kun je eigen snelheid een beetje bepalen. Klopt. En we hebben het gelukkig, even afkloppen, maar we hebben nog niet echt drukte gehad ook. Nee, ik heb ze net heel even langzaam gereden, maar voor de rest alleen maar go, go, go. Ja. Zo, oké dan. Ja, Zwitserland komt in de buurt. Volgens mij, of we zijn al in Zwitserland of we zijn bijna in Zwitserland. Maar dat kan je wel zien, want dan wordt de natuur op een of andere manier meteen mooier of zo. Ja. Duitsland kent wel super mooie plekken, maar langs de snelweg heeft Duitsland niet zo heel veel mooie plekken. Nee, niet waar wij langs rijden in ieder geval. Nee, en bij Zwitserland, je rijdt gewoon letterlijk op zulke zieke plekken. Dat zul je straks wel zien, dat is echt niet normaal. Echt heel mooi. Ja, echt fijn. Dan gaat de tijd ook wat sneller voorbij. Ja, dan kijk ik zo helemaal mooi om me heen en dan zijn we al bijna. Ja. Ja, daar is de grens. Weer in het water. Wat hebben ze toch met water, met grenzen? Ja, precies dat water daar. Ja, dat is wel echt heel dichtbij. Dus de brug die we straks overgaan. Ja, dat is brand. Wow, ja, inderdaad. Of onder. Dat kan ook, hè? Aquaduct. Ja, dat kan ook. Ik merk al dat ik nu af en toe even dit moet doen. Ja, dat heb ik soms ook inderdaad. Door de hoogteverschil. Klopt. Volgens mij gaan we er overheen. Ja. Ja, we gaan er overheen. Dit is de grens, jongens. Ja, dat is dit water. Mooi. Ja, dit is altijd zo mooi. Wow, ik denk dat hier zoveel vissen zwemmen. Zo breed ook, dit. Ja. Normaal. Ja, daar wil ik echt toch vissen. Oh shit, die hadden we mee moeten nemen. Ik ben mijn vishengel vergeten. Alweer, altijd. Shit. Ja, ik weet het, het is super dom. Oh, ik had daar een alarm voor moeten zetten eigenlijk. Ja, balen. Ja, dat is wel echt balen. Nou, de grens zijn we alweer over volgens mij. Ja, stelt niet zoveel voor. Je moet gewoon langzaam er doorheen rijden. Ja. En dan kan je weer gassen. Oh ja, dat is ook het verschil. De Duitsers hebben blauwe en Zwitserland hebben groene borden altijd. Ah, daar kun je het ook aan zien. Ja, kijk, nu is alles groen. Daar zie je ook weer groen. Oh, inderdaad. Waarom is dat? Ja, dat weet ik niet. In Duitsland hebben ze gewoon net als Nederland blauwe borden. Ja, hier overal groen inderdaad. Misschien ziet het er mooier uit met al het groen. Ja, hebben ze niet in Italië witte borden? Ja, volgens mij wel trouwens. Volgens mij ook. Of ook groen. Ik denk ook groen eigenlijk. Ik weet niet waarom dat is. Weet een van jullie dat? Waarom je dat hier in één keer groen hebt? Ik denk dat je dat als land misschien wel gewoon zelf mag bepalen. Niet dat je in één keer roze of zo doet, maar ik denk wel dat er een aantal kleuren zijn. Ja. In één keer alles helemaal in het roze, alle borden. Ja, kijk, hier zie je gewoon inderdaad allemaal groene borden. Ja, alles is groen. Zo, we hebben net op
thermometer al een keer 34 graden gezien. Ja, het heeft wel een goede temperatuur op dit moment hoor. Maar vandaag in Nederland is het ook heel warm. Dus ik denk dat iedereen, als ze deze vlog zien, dat ze denken... Ja, hier was het ook heel warm toen. Ja, ik denk ook wel, ja. Ook wel rond de 30 graden volgens mij. Hey, maatje. Ben ik weer. Heb je lekker geslapen? Ja, half. Een soort van. Je doet alsof je slaapt, maar je valt wel af en toe weg. Oh, je bent aan het faken daar zo. Ik denk dat hij meekent. Ik val in slaap. 1 hour later. Zo, dames en heren. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ah, we zijn in Zwitserland dus. En ik heb de drie mensen met wie ik op reis ben. Janneke, Marvin en Thijs. Heb ik even afgezet daar bij de supermarkt. Supermercado. En ik ga even tanken. Ik weet niet of ze hier ook dat automatisch tanken hebben, eerlijk gezegd. Maar we gaan er even achter komen. We doen even het klepje open. We halen de tankdop eraf. Leggen we dus hier mooi op. Zo. Voilà. Dan pakken we deze. 98. Blijf vrij. En dan, daar gaat hij. Ja, het kan. Nice. Lekker dan. Dit is dus dat klikje. Dat apparaatje, dat kliksysteem. Dus moet je hem omhoog doen en dan moet je hem hier klikken. Nou, en nu tankt hij weer automatisch. Super chill. Hoeft niks te doen. Heel erg relaxed dit. Heel erg nice. Oké, we moeten nog wel eventjes. Maar we hadden al afgesproken om even een broodje te halen als avondeten. En dan later vanavond als we aankomen, dan kunnen we daar nog eventueel iets kleins eten. Dus ik ben benieuwd waarom Thijs in zijn eentje terug kon lopen en niet met de dames. Waarom ben je eentje, maat? Soms moet je gewoon zelfstandig zijn. Surprise. Waarom ben je eentje terug? We wilden daar broodje halen, maar ze hadden geen lekkere brood. Ah, dus je dacht misschien bij het tankstation? Ja, nee, van die koelkastbroden. Zijn die lekker? Maar ze hebben wel lekkere chips. Ik vind juist die koelkastbroden lekker. Van die driehoekige. Ja, die wel. Ja, die vind ik lekker. Maar niet van die lange stokbroden met zo'n schnitzel erop. En dan helemaal zo nat van binnen. Die niet, hè. Die zijn niet lekker. Maar die punten, die zijn echt lekker. Ja, die zijn echt goed. Ja. Oh. Ja, die zijn echt goeie. De mens durft te zeggen dat die niet lekker zijn. Die zijn echt lekker. Ja, hij is gewoon weer helemaal automatisch aan het tanken. Ja, dat is echt sick. Ja, dat is zo fijn. Hij is nog steeds door aan het gaan. Echt sick. Kijk hoe lang dat duurt. Zo makkelijk. Ja, ik snap ook niet waarom ze dat niet in Nederland hebben. Ik ben echt benieuwd wat de mensen reageren daarop. Maar goed. Hey, hij is klaar. Nou, super. Hartstikke idee. Even tabben. Hoppa. Nou, pakken we deze weer en draaien we erop. Boom. Klaar. Nice. Het is zo mooi om gewoon te kijken in een tankstation wat ze allemaal hebben. Het is echt... Kijk ook wat ze hier hebben. Een engeltje. Wow, wie verzint dit om dit in een tankstation te zetten? Waar zet je het engeltje neer? Hey, die bilspleet. Ja, hij heeft zelfs een bilspleet, die engel. Hey, Thijs, hè? Ja, hoe dan? Schildpadje hier zo, helemaal droevig. Oh ja, lekker focaccia-broodje. Oh, hé, hey, oh, eens even. Dat ziet er goed uit. Dan wil ik ook wel eens even kijken. Hé, hey, melonen. Zo, dit ziet er goed uit, joh. Kijk dan, ze hebben hier gewoon een klein bakketje. Ik heb die voor je gedaan. Ja, lekker hoor. Wat ze nu aan maken? Ja, nog wat. Kun je even goed kijken, maatje? Kijk hem even kijken. Goed zo, doe maar rustig kijken, jongen. Ik, voor mij. Voor mij. Panini, tomaten, mozzarella. Zo. In het Italiaans. Lekker. Als je Kika ziet, moet je wel even één Italiaans woord zeggen eigenlijk. Zeg maar, als je Kika ziet, van oh nee, morgen zien we haar, dan zeg je buongiorno. Buongiorno. Ja. Goeie. Goed hè. Buongiorno. Als je wil vragen hoe het met haar gaat, zeg je come stai. Buongiorno. Come stai. Ja. Goeie hoor. Goeie. Nice. En als ze dan zegt van... Oh, ze is nog niet klaar. Tutte bene. En dan zegt ze volgens mij... Tutte bene. Tutte bene. Dan zeg jij tutte bene. Dat betekent gewoon alles goed. Tutte bene? Oké. Tutte bene. Tutte bene. Dat zijn ze ook in de tijd. Tutte bene? Ja, gewoon tutte bene. Tegen iedereen moet je zeggen tutte bene. Dan gaan ze altijd lachen en zeggen ze... Oh, leuk. Tutte bene. Ja. Ja. Ja, bedoel je die, bro? Bro, ja, maar dan zeg maar... Kijk, want hier zit zo'n broodje met schnitzel. Oh, niet baal. Kijk dan. Maar die bedoel... Die, kijk, die nu kan je niet zeggen dat je Janneke mist. Ja. Ze is hier. Tweede. Ja, dat is alles. Ja, Marius heeft je nodig. Betalen. Kijk, we chillen dan. Met
Benny achterin. We hebben een raampje dicht voor de lawaai. Zo. Ik zit met Benny achterin, even gewisseld. Twee dames zitten voorin. Lekker blauwtje eten. En ja, veel succes daar voorin. Het is wel gezellig hoor, met Myron daar. Ja, komt heel goed. Zet hem op, Myron. Doei. Doei. Ik heb mijn laptop hier op schoot. En dan zo. Maar we zijn in Zwitserland, doe rustig. Maar ik heb mijn laptop hier, dus ik kan nog even lekker chill wat werken. Van Friesland. Shout-out Joost. We zijn in Zwitserland. Heel mooi. Nog steeds. Heel nice. Dit is echt een mooi plekje. Kijk die vlag op de berg daar zo. Dit is nog voor de Gotthardtunnel dus. Ja. Nice. Zie je die vlag op de berg? Waar? Ja, boy, yo. Inderdaad. Ja, die zie je daarachter. Ja. Oh, sick. En Myron zei, hey, waarom remmen die mensen allemaal? Ja hoor, het is regen en mensen remmen. Bam, in één keer regen, jongen. Je ziet helemaal niks. Hoe bizar is dit? Wow, yo. Vind je het spannend, Janneke? Ja. Ik heb veel water om onder die wielen te maken. Je moet altijd naar die witte strepen blijven kijken. Of naar de lange spoor. Ik heb wel eens gehoord dat je moet gaan beginnen met bidden. Een lief sokje, hè? Ja, lief. Ja, zo. Zo ertussenin, zo een beetje zo. Fijn, hè? Doe je er ook uit? Je zit nooit achterin. Ik zit nooit achterin. Dat is echt fijn. Zo'n tenen zo'n beetje plat drukken. Oh, heerlijk. Hier, kijk. En het is goed gekomen. Geen probleem. Niks aan de hand. Zo, dat was wel even wat anders dan een regendruppeltje. Ja, nu is het raam wel eindelijk schoon van insecten. Ja, maar zie je dat de vorige ruitenwissers het niet meer helemaal goed doen? Ja, vervelend. Er is één plekje daarvoor waar het niet meer weggeveegd wordt. Nee, die rubbers die zitten denk ik dubbel of zo daar. Maar goed, mijn auto die moet ook voor een beurt weer heen, dus komt goed. Maar hey, Zwitserland, wat gaat nou weer beginnen? Flitslicht. Ja, zie je flitsen de hele tijd? Ja. Oh, lijf. Niet hard rijden dan. Wel lachen dan, hè? Het regent, het regent, de pannetjes worden nat. Er kwamen twee soldaatjes aan, die vielen op een gat. Het regent, plassen op de grond. We hebben ongelaten. Serieus, nice shot, serieus. Ik vind jou beter in de vlog vanaf de afgelopen tijd. Maar wat gebeurt er, dames? Wat zijn we aan het doen? We staan inmiddels al een half uur stil en hij zegt hier dat het nog een uur en 6 minuten duurt. Wat, het stilstaan? Ja, ja. Nee. Dus we hebben straks 2 uur waarschijnlijk gewoon op deze plek staan. En het is niet eens een mooie plek. We hebben niet eens een mooie plek. We hebben geen eens de eerste rang plek. Nee. Oké, maar goed. En nu Drerries. Wat zeg jij? Ik zet mijn stoel helemaal naar achteren. Ja, dat is goed. Ik zit toch super raar op mijn knietjes hier zo. Je raakt zo mijn knieën zit je geen. Zo. Oh, je raakt mijn knieën wel. Wow, ik kan echt ver naar achter die stoel. Hoi, yo. Myron, dit gaat pijn doen. Dit gaat... Myron! Ja? Au, kappen. Holy shit, je wil niet weten hoe pijn dat doet. Ik kan niet verder, hè. We gaan nooit meer Drerry zeggen, man. Ach, jongen, hou je mond, Drerry. Myron, kappen. Dan doe ik wel dit. Zo. Dan word
beetje geforceerd om een split te doen straks. Oh, Myron, hoe ver kan dat? Myron, kappen. Myron, mijn binnenbeen. Ja. Kijk weer, wat hè? Dan kan ik hier gewoon achter liggen. Hoezo? Hey Myron, hoezo kan het zo ver? Ja, dit is echt super vaag. Dan kan je zo liggen. Nu kom je. Nu ben je voor mij. Ik doe hem nog verder hoor. Ik kan bij het knopje hier zo. Auw, doe omhoog. Laat los dan. Wow, dit is echt ziek hoe ver die stoel kan. Het slaat helemaal nergens op. Zit je lekker? Nee, het is wel fijn als hij weer omhoog gaat, ja. Maar goed, dit is wel vervelend inderdaad. Ja, vervelende situatie waar we ons in bevinden nu. Al helemaal omdat Myron aan het rijden is en die heeft al zoveel gereden. Ja, dan nu ook nog file, dat verdien je niet, schat. Het maakt niks uit. Het maakt echt niet uit. Of nou daar zit of hier. Ik doe toch niks. Ja, dat is waar. Je hebt een tempo, nee? Heel moeilijk hoor. Jij vindt het ook moeilijk worden. Vreselijk. Deze pakken. En daar richt het niet zo erg naar binnen, denk ik. Oh, lekker. De geur van natte grond is zo lekker. Lekker ruiken. Limburgs water, lekker. Een flesje water. Dat kan ik net niet doen. Limburgs water. Lekker. Limburgs drinkwater. Oh, lekker. 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 Oh, lekker. Hij zegt nu 36 minuten. Wat 36 minuten? Dat is een halve winst. We zijn net een uur en 6 minuten. Dus 6 ja, ik zit in één keer te bedenken. Ik hoop dat wel alles goed gaat daarvoor. Want, ja, natuurlijk. Die regen heeft dan wat veroorzaakt? Een steen op de weg. Zo'n rots was afgebroken door de hevige regenval. Zou kunnen, ja. Ja, toch? Of ineens een waterval op de weg. Ja, dat kan ook. Ja, of heeft te maken met de functionele arbeidsovereenkomst. Je kop. Hoe jouw gezicht zou veranderen, het is zo mooi. Ja, arbeidsovereenkomst. Ja, de arbeidsovereenkomst. Dat kan een kwestie zijn van de snelweg in Zwitserland. Ja. Het potentiële binnenkruik die je gaat omzetten, heb je natuurlijk last van aankoopplanning. Dat is heel veel auto's in de file het doorzetproces inschakelen op een snelheid van 120 tot 130. Dan is er kans dat er wrijving gaat ontstaan in de schot van de zijkant. En dan kan er eventueel aankoopplanning ontstaan op de wegen. Dit is een keer in 1913, toevallig, de Space ook opgericht. Hebben ze een Duitse steekproef gedaan hoe ze aankoopplanning tekenen. Ja. Oh mijn god. Hebben ze een Duitse steekproef gedaan hoe ze aankoopplanning kunnen tegenhouden? Hoe verzin je dat? Heb je dat nooit gehad of zo? Nee. Oh ja. Oh ja. Ja, echt zo lol, joh. Zo mooi. Ik was er gewoon echt benieuwd naar. Toen dacht ik echt op dat moment. Oh ja. Oh ja. Oei, oei, oei. Wat is er? Nee, niks. Vind je het ook grappig? Ja. Nou goed, ja. Muziekje maar weer, hè? Ja. Oké. Is goed. Camera uit dan. Oh, dat zijn zo mooi. Die kwam echt droog uit, hè? Die kwam heel droog uit. Ja, ik film ook gewoon door. Ik weet het ook niet. Je moet waar. Maar ja, je moet wat. Als we daar aankomen, is het gewoon te laat ook allemaal. Nou, goed. Het is nu 9:10. En ja, hij zegt dat we 10:45 aankomen. Dus nou, we kijken nog even. Ik hou jullie wat loogte. Jij gaat toch mee, hè? Ja. Jij is deur open. Nee, ik weet het niet. Sta ik daar kan niet. Even kijken buiten. Zo, is het mooi? Schitterend hier, serieus. Heel mooi. Zo, het ruikt lekker fris. Dit is ook nog lekker warm. Dat is lekker warm. Lekker warm, hier ben je ook lekker voelen, kom dan. Ik ga hem even lekker voelen.
Zo. Oh, even been strekken. Hij is weer naar binnen gegaan, die vuile lul. Wat doe je buiten? Oh, dit is zo mooi. Oh, dit is zo mooi. Ik hoor precies op hetzelfde moment de deur en daardoor hoorde jij niet en zag ik jou vanuit achter naar mij. Oh, dit is echt, echt heel mooi dit. Oké, we staan dus nu in ieder geval voor een brug, tunnel bedoel ik. Ja, ook een brug trouwens. Je hebt die twee kleine bruggetjes, maar daar hebben we niks mee te maken. Dat is voor de fietsers en de voetgangers. Maar de tunnel die gaat op... Oh, volgens mij gaat hij weer, of niet? Ja, hij gaat weer. Hij gaat weer. Let's go in de auto. Hij gaat weer. Hé, hey, Myron! We open! Myron! Heel grappig. Myron, doe open. Ja, dat vinden jullie mooi, hè? Ja, dankjewel. Oei. Oké, wat dus aan de hand is, is die tunnel die gaat elke keer op groen of op rood. En hij stond dus op rood. En ja, ik keek naar rechts. Ik zag denk ik mensen buiten staan. Dus ik zei tegen Thijs, hé, laten we ook even frisse lucht halen, man. Dus Thijs zei van, hé, je gaat toch wel mee, hè? Want ik wil niet alleen buiten staan. Oh, loop ik naar Thijs, toen sta ik daar in mijn eentje. Dat hij daar zo met die camera... Staat hij met die camera zo te lopen in de fiets. Zo'n mooi beeld vanuit hier, want ik kan jou zo zien lopen. Bro, ik kwam daar. Goed. Ik kwam daar aan die kant en ik dacht... Waar is iedereen? Oké, maar we gaan nu in deze tunnel. En misschien bij hele hevige regenval of zo is de tunnel dicht. Ja, dat denk ik dan. Dat moet wel. Ja, dat moet dan wel, ja. Dat er dan iets met de tunnel is, dat die niet open kan als er te veel regen is of zo. Dus nou, we gaan wel even kijken wat er aan de andere kant van de tunnel is. Misschien wel Winky Wonka uit de chocoladefabriek. Winky Wonka? Hoe heet die? Willy Wonka. Oh ja, Willy Wonka. Winky Wonka. Winky Wonka. Winky Wonka. Winky Wonka chocoladefabriek. Ja, daar gaan we nu naartoe. Oh, dat was wel een kleine tunnel trouwens. Ja, kleine tunnel. Hij zegt nu ook 8 minuten vertraging, maar hoe langer we kunnen rijden zonder stil te staan, dat scheelt ons weer, hè? Ja, dat is zeker waar. Zo, kijk wat voor mooie kunst dat daar is, op het raam. Oh ja. Zie je dat? Ja. Hoe heb jij dat gemaakt, Janneke? Ja. Net gedaan. Mooi hoor. Maar dan gaan we weer buiten spelen. Ja, nu? Oh, dat was zo mooi, gast. Ja, dat is heel leuk. Perfect. Ja, dat timing. Als timing perfect is, dan kunnen er zo mooie dingen ontstaan. Ja, dat is wel zo, ja. Oh, dat was dat awkward. Al die mensen zaten ook te kijken. Van, wat doet hij eens eentje buiten? Hè? Daar was niemand met hem mee. Ja, iedereen die erachter zag ook dat Thijs weer terug ging. Ja. Nee, die zagen jou zo lopen. Maar iedereen ging ook buiten even praatje maken of zo. En iedereen stapt met z'n tweeën uit. Ik stapte in mijn eentje uit. Jij met je kamer. Ja, ik ben niet alleen, ik heb jullie dames en heren. Dat is waar. Maar goed, dat was even een bijzondere situatie. Maar hey, we rijden nog steeds, ja. Dus... Dat is echt fijn. Goed nieuws. En hij zegt nu ook over 194 kilometer dat we daar 2 uur en 5 minuten over doen. Nou, dat klopt ook. Oké, beter. Het is 11 uur in de avond. Wauw. En we gingen vanochtend dus om 10:30 weg. We hebben het gered.
Yes, we zijn in Italië. Oei, oei, oei. En we zijn niet bij de knolpauwappartementen. Nee, we zijn bij Il Gabbiano, bij Luke en Kika. En we gaan maar eens even alle spullen naar binnen tillen hier zo. De koffers, alles, alle tassen, de hele mikmak. Alles gaan we daar even in het huisje zetten, daarachter. Het is echt wel een mooie avond trouwens. Het is ook echt super warm hier. Ja, het is wel de hele tijd aan het onweer. Je ziet de hele tijd flitsen. Ja, klopt. Het heeft onderweg ook veel geonweerd. Ja, maar hier heeft het niet geregend volgens mij. Nee, hier is het helemaal droog. Onderweg dus nog echt veel regen gehad, ook daarna nog, na het filmen. Maar het is allemaal goed gekomen. Marjan heeft echt super goed gereden. Echt respect. Echt heel goed gedaan, schat. We zijn er wel klaar mee. Ja, snap ik. Je hoeft ook niet verder te rijden. We zijn aangekomen, dames en heren. Ik zal morgen eventjes goed de hele plek en alles laten zien. Maar het is echt een super fijn plekje. En we gaan even eten. We hebben best wel veel trek. We hebben de avondeten soort van overgeslagen. We hebben gewoon een klein broodje gegeten. En ze hebben heel erg lief nog wat eten hier in de kamer gezet. Ja. Dus we hebben hier allemaal lekkere dingetjes. Vooral dit. Krullen met lonen. Super lekker brood. Oeh, lekker broodje in je handje. Bread. Bread. Dus we gaan even lekker smikkelen nog zo in de avond. En daarna gaan we lekker slapen. Daar zijn we wel aan toe met z'n allen. Ook al doe je dan niks, maar toch word je moe. Ja. Dat is typisch, hè? Dus omdat je zo weinig doet. Ja, dat denk ik ook. Ja. Daar word je toch zo moe van. Goed. Check jullie morgen, dames en heren, bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Ik zou zeggen, vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette... Peace.